Je hebt twee soorten problemen in de hals. Dat moet je onderscheiden om dat goed te behandelen. Nou, één zijn die strengen. Dat is eigenlijk loshangend vel. En het tweede is de horizontale lijnen. En die zijn vaak dieper. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog ouderdomsvlekjes. Maar dat zijn toch wel de belangrijkste. En dat is voor de horizontale lijnen. Dat zijn, die kunnen soms flink zijn. Die kan je heel goed behandelen met Pelotero. Echt uitstekend. En de strengen die mensen hebben hier, dus dat zijn ja, een beetje het kalkoenennek, dat is een lastig probleem. Dat moeten mensen zich realiseren. De eerste stap die je moet doen om dat te behandelen, kan je met een beetje botox. Dat geeft soms al een heel duidelijke verbetering. En waarin mensen zeggen van, nou, dan ben ik ook helemaal klaar. Tweede is, kan je proberen door die huid wat ietsjes oppervlakkiger ook weer wat dikker te maken, waardoor er ook een soort trekkracht ontstaat. Dat doe je dus ik doe dat meestal met Pelotero. En het derde is dat je dan probeert toch vanuit hier een soort lift te krijgen. Nou, mijn eerste insteek is om dat vaak met een filler te doen. Bijvoorbeeld Sculptra of Radiesse, waarin ik eigenlijk al vaker weet, oké, dat geeft het al een beetje. Dat geeft al een beetje lift. En dan kan je het eventueel combineren met een draadlift. En maar dat zal ik nooit als eerste adviseren. Nou, al die combinaties bij elkaar, en dat blijft echt maatwerk, kan je toch wel hele goede resultaten bereiken. Als mensen verwachten dus dat ze echt een facelift krijgen, dus dan zitten ze ook van, nou, dit, ik hoef alleen maar dit te hebben. Dat is iets wat je niet kan verwachten. En dan zeg ik ook zo van, ga eerst even je informeren bijvoorbeeld bij een plastisch chirurg. Maar als je zegt van, goh, een verbetering en dat moet ik echt per persoon moet ik dat ook inschatten. Dan krijg je toch wel hele goede resultaten. Dus dat betekent dat mensen, dat dit allemaal niet meer zo nadrukkelijk aanwezig is. En waardoor, om maar even zo te zeggen, als de huid hier gewoon goed is, dat dit verschil dus niet meer zo nadrukkelijk aanwezig is. En dat mensen ook niet meer durven, dat ze gewoon weer hun hals durven te tonen.